Lieve Leute, dit is dan grosse Fair FM Tirol FM! Jelmer en Maarten, wij hebben de challenge. Wie is de ultieme Heidi Oder Heino? Je ziet die kerk naast je staan. Je moet zo snel mogelijk van de kerk tot aan de eerste eetattractie die je ziet. En terugrennen met zo weinig mogelijk bier te verspillen. Het is een beetje chaotisch natuurlijk, want ja, het blijft kermis, het blijft druk. Rennen, rennen, rennen. Ja. We gaan Jelmer ook even reten, dus dan gaan we kijken hoe goed hij het heeft gedaan. Nou, Jelmer, laat je biertjes nog eens even zien aan de camera. Dan kunnen we heel even vanuit de studio meekijken. Hoeveel biertjes heb je nog over ongeveer? Nou, dat is wel... toch een flinke vier, denk ik. Nou, vier, ja, toch wel een flinke vier. Dat zijn voor jou vier pretzels als rating. Ik denk als je van deze biertjes toch nog fatsoenlijke biertjes van wil maken. Nou... ja, dan denk ik dat ik drie fatsoenlijke misschien... Ik vind jou één pretzel gereed. Eén pretzel, maar nou ja zeg. Omdat we natuurlijk Team Foto zijn... ja. En wat ik ook wel heel grappig vond... hebben we onze eigen jingle. Eind foto, eind foto. Ja, la, la. Eind foto, eind foto. Met de kaart. Op dit moment zijn. Ja, hey, hoi, Kelly. Hallo. We staan hier bij het NS-plein. Ja. We hebben net een braadworst gekregen. Oeh. Want ik hoorde dat jullie daar een challenge mee in gedachten hadden. We gaan even kijken hoe snel kunnen jullie een braadworst eten. Oh. Nou, dat is met deze heel moeilijk, want hij is echt gloeiend heet. Hij komt net voor de plaat. Oh nee, dat meen je niet. Ja, is dat serieus? Dat meen je niet. Ja. Hoeveel afgekoeld is het inmiddels? Is het eetbaar? Nou, volgens mij is hij wel aardig afgekoeld. Op 3! Op 2! Op... nee, doet niemand met me mee? Op 3, 2, 1... Ja! Smakelijk! En ze zijn aan het eten, jongens. Dat is niet normaal. De braadworst in de hand, vol passie. Steken ze de worst naar binnen. Oh, dat klinkt heel fout. Nou, jammer. Jammer gaat heel goed. Jammer. Ja! We hebben een winnaar, jongens! Woehoe! Dit is 2-0 voor jou, maar Maarten. Ik, vijf pretzels. Achter. Ja, jij loopt heel erg achter. Je hebt nog één kans om je eer een beetje hoog te houden. Oké, okay, wat is nog iets makkelijks, hoop ik. Nou, dat gaan we even checken. Voor je het weet zijn die 60 minuten ook echt voorbij. En dus is het tijd voor jullie derde opdracht. En die gaat Marieke jullie geven. Jullie nou, derde opdracht benieuwd. Is ja. Namelijk... wie kan het beste jodelen? 3, 2, 1, go! Dames, willen jullie met mij jodelen? We gaan jodelen! Even erbij! Jodelen, jodelen, jodelen! Ik denk voor extra punten. Ja, daar waren ze. Stop. Wow. Hij is goed hoor. Applaus. Laten we het eens zelf in de studio doen. Marieke. We beginnen met Maarten. Ja. Hij was... heel erg goed, hij was origineel. Ook dat je mensen erbij wilde betrekken. En daarom krijg jij van ons, van de jury... No, hou me niet langer spanning, ik hou het niet meer. Vier pretzels! Vier! Laten we doorgaan naar Jelmer. En die mag Kelly doen. Nou, Jelmer, na heel uitgebreid juryberaad vinden wij jou... niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar liefst vijf pretzels waard! Dat betekent, Maarten, dat jij toch Jelmer even de hand moet gaan schudden.
Ja, want, ik ben een verliezer vandaag. Maar ja, alsnog, gefeliciteerd. We hebben een goede Heido. Hey, jongens, laten we er even een foto van maken. Een foto van de camera. Een foto. En Jelmer is de winnaar! Kelly, ik denk dat we hem gaan uitreiken, hè? Ja. De ultieme Tiroler hoed. Hij is voor jou, Jelmer. Yes. Ja. Koekoek. Ik vind hem een hele mooie Heino Award waard. Onze Heino!